De technische en de generale repetitie zitten er inmiddels op. Vrijdagavond is het namelijk tijd voor het echte werk. Het Erbse Ontmoetingscentrum Ter A staat 3 avonden in het teken van Lost in Music. We zijn een aantal jaren geleden begonnen met Lost in Music. Dit is de 4e versie al inmiddels. En waarom is dat? Ja, wij zochten gewoon iets anders als gewoon met de harmonie concerten en over straat trekken met serenades en zo. En voor de jeugd is het echt iets om naartoe te leven. Want ja, met echte solisten, met een combo, met een koor, met dans en lichte muziek, populaire muziek. Waarom om de 4 jaar? Waarom om de 4 jaar? Het kost heel veel tijd om alles te organiseren. 1,5 jaar geleden zijn we begonnen met het organiseren. 2 jaar geleden hebben we de data al vastgesteld. En als je dat dan dichter bij elkaar zou moeten doen, dan zou je eigenlijk alleen maar met Lost in Music bezig zijn. En ja, vanuit het harmonieorkest, waar dan eigenlijk het idee vandaan komt, hebben we nog wel andere zaken aan de orde om de zoveel tijd. Afgelopen zondag zijn we begonnen met de vloer erin te leggen. En dinsdagochtend om 7 uur stonden hier trucks van Purple Sound, dus dan die het licht en geluid doet. En hebben mensen meegeholpen om de spullen op zijn plek te zetten. Dan is het grid gemaakt, dat is dus waar de lampen aanhangen en de luidsprekers en zo. En toen dat omhoog ging, toen zijn ze begonnen aan het podium. Toen kon dat pas, maar omdat het een complex geheel is, hebben ze vanaf 1 uur 4 tot 12 uur gewerkt. En dan de volgende dag om 9 uur weer begonnen. En ongeveer 1 uur of 3 konden ze dus de stoelen erop zetten. Want ja, vloerbedekking, de zaak moest passend gemaakt worden enzovoort. Hoe is de kaartverkoop verlopen? Nou, die is uitstekend verlopen. Want we zijn al 2 weken, ja, ongeveer 2 weken, door de kaarten heen. Dus beter kan je het niet hebben. Ik heb het nog nooit zo goed gedaan. Wanneer is het precies? Het is vanavond dus, 23, 24 en 25 november. In Ter A, in Erp. Het begint om 8 uur. Alles is klaar, het feest kan beginnen. Precies. Het hoeft alleen nog maar te beginnen. Gisteravond hadden we generalen. Alle stukjes vielen op hun plaats. Waar foutjes waren, nou, die zijn er vanavond uit. Wat wil je nog meer?